De Novio Tech Campus was donderdag het toneel voor de derde editie van de Benelux RF-conferentie. Deze samenkomst behandelt ontwikkelingen op radiofrequent gebied. Radiofrequent omvat alles wat draadloos communiceert. En volgens hoogleraar elektrotechnologie Bram Nauta van de Universiteit Twente is het belangrijk om te blijven ontwikkelen. Nou, het gaat nog steeds door. Dus er zijn een aantal fundamentele standaarden zijn ontwikkeld door Nederlanders of in Nederland. Bijvoorbeeld Bluetooth en wifi zijn eigenlijk door Nederlanders ontwikkeld. Dat is al jaren oud, maar je merkt ook wel dat je wifi steeds beter en sneller wordt. En dat steeds meer apparaatjes aan het internet hangen, zoals je horloge en je sportschoenen. Dat moet allemaal sneller, zuiniger en goedkoper. En ja, daar werken we dus nog steeds aan. Dat gaat maar door. Dus straks zit elk klein dingetje. Hangt aan het internet. Ja. En dat moet wel ontworpen worden, want dat kan niet met die oude technologie. Nederland en met name Nijmegen heeft een leidende rol in de evolutie van draadloze techniek, volgens Nauta. We zijn in Nederland, België zijn wij echt wel leidend in de wereld. Als je kijkt van waar de nieuwe ontwikkelingen vandaan komen, dan staan wij echt wel helemaal vooraan. We hebben hier een aantal hele sterke bedrijven en sterke universiteiten en instituten die hier echt wereldtop in zijn. Om deze rol te behouden droeg de gemeente €10.000 bij aan de conferentie. Die werd geopend door wethouder Monique Esselbrugge. Zij gelooft dat de campus niet alleen goed voor de bedrijven, maar ook goed voor Nijmegen is. Ja, het is een technologie wat voor de toekomst ongelooflijk belangrijk is om dat verder te innoveren. Er wordt al gesproken over bijvoorbeeld zoiets als 5G. Hè? Iedereen ziet 4G op zijn mobieltje staan. En voor 5G moet er nog heel wat gebeuren qua innovatie van chips en het verpakken van chips. En dat gebeurt ook hier op deze campus. Okay. En als dat lukt, dan heb je hier dus wereldspelers zitten. Nou ja, met die tobaanontwikkelingen, dat is natuurlijk enorm belangrijk voor Nijmegen en regio.